Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video die ook echt vandaag van toepassing is. En ook wel een beetje komend weekend. Moet jullie alvast eventjes wel de volgende disclaimer meegeven. Het is op dit moment naar mijn weten niet toegestaan om vuurwerk mee te nemen van België naar Nederland. Het is sowieso niet toegestaan om knalvuurwerk, zoals deze dingen, in Nederland in bezit te hebben. Ik raad het dus af om dit vuurwerk in België te kopen als je het mee naar Nederland wil meenemen. Dit vuurwerk is dus legaal in België, maar niet legaal in Nederland. Dat gezegd hebbende, gaan we nu verder met de video. Want we hebben hier Black Friday aanbiedingen in België. Een aantal vuurwerkwinkels in België hebben Black Friday aanbiedingen. Een aantal ook niet, maar we gaan nu even kijken bij Pyroshop. Daar zijn alleen de Black Friday deals vandaag geldig. Dus vandaag tot 8 uur zijn ze open. Je kan 20% korting op één artikel naar keuze krijgen. En dat is alleen op vertoon van deze bon, zeg maar. En dan hebben ze hier ook nog 4 dozen Thumping Thunder Cracker voor 10 euro. Dit zijn echt heel leuke knallers. Ik heb ze zelf ook wel eens live meegemaakt. Goedkoop en toch echt wel redelijk hard. En voor dat geld is het echt heel goedkoop. 4 dozen voor 10 euro, dan betaal je 2,50 per pakje. Dat is geen geld. Hier dan de Brokaat Thunder. Dat is een heel vette knalcake. Die heet in Nederland de Thunder Crown. 60 shots voor 25 euro. En hier een 16 shot siercake. Die denk ik 25 of 30 mm is voor 10 euro. En dan hier hebben ze nog de vaste aanbiedingen. Daar zie je bijvoorbeeld ook die knalpotjes. 3 voor 10 euro. Little Maker Special. Hier die Crackling Thunder. 4 pakjes voor 4 euro. Allemaal wel geinig op zich, maar deze aanbiedingen die zijn dus best goed. Alleen vandaag geldig. Loodsvuurwerk die heeft geen Black Friday aanbiedingen. Waarom niet? Ik denk dat ik het wel kan raden, want dat hebben ze gewoon niet nodig. Het is daar zo druk. Ook al zouden ze het voor de hoofdprijs wegdoen, dan komen er alsnog mensen. Hier zo de Transbomber, dat is wel een leuke aanbieding. Eentje voor 80 euro. Ja, dat is iets duurder dan in Nederland, maar alsnog prima prijs. Zeker meenemen. Verder staan hier gewoon de november deals. Niet zo heel veel bijzonder dus. Hier dan Zena vuurwerk. Die hebben wel Black Friday deals. Die zijn ook dit weekend nog geldig. De Burning Stars. 36 shots voor 20 euro. Bright Stars ook. 38 shots voor 20 euro hier dan. Binary Stars. 72 shots voor 35. En deze voor 37,50. Deze producten ken ik eigenlijk niet. Zullen we zo even kijken naar filmpjes. Hier de Brovember deals. Dat zijn de normale aanbiedingen. Is dat kleinspul hier. De Zilberhoiler. Laserballs. Geysir Kaliber C. Muffler Cakes. Matchcrackers, een ratelbandje en hier nog wat luipaars en horsepower spul. Hier dan nog de Cool Bastards en de Red Bastards. Hier bij Salon Roger in Maaseik, die hebben wel veel Black Friday weekend deals. Dus ik neem aan dat die ook gewoon het hele weekend geldig zijn. Tiger van Vulcan, dat is een waaiercake. En 80 shots voor 35 euro is dan wel 20 mm, maar is zeker te overwegen. Hier de Golden Temptation LVT cake. En hier wat Nederlandse boxjes. Al deze boxjes die hebben naar mijn weten gewoon allemaal even kijken, 1 kilo kruid. Dus dat mag gewoon in België verkocht worden. Hier Final Gold, Final Colors. Wel iets duurder dan in Nederland eigenlijk. Maar hier bijvoorbeeld de stroop 2 cakes, 50 shots en dan 30 mm voor 50 euro. Ja, dat zijn op zich leuke prijzen. En hier dan de
Firework Specials 6 assortiment. 6 keer 19 shots voor 85. Dat is wel veel duurder dan in Nederland. Maar ja, iets is beter dan niets. En hier gelden ook nog normale November deals. Cool Masters hebben ze hier zo ook. Defender single shots nog. En hier staan nog best wat cakes ook nog. Hier bijvoorbeeld Starlight Bouquet, die ken ik niet. Phoenix 30 shots, Magic Lights. A Star is Born. Grappig allemaal. Hier de Trueno Detonante. 5 pakjes voor 15 euro. Nou, dat is een goede prijs, want dit zijn wel beter afgewerkte vlindertjes, zeg maar. En dan hier zo nog de Shock Attack Thunder Kings. En hier Knalgoed, die hebben ook niet echt speciale Black Friday aanbiedingen, maar staan nog wel gewoon wat leuke standaard aanbiedingen. Hier zo wat cakes, voor niet te veel geld. Deze is leuk, de Brazil Parana. 12 shots, 30 mm voor 13,50. En hier de Scorpio van Argento, wel een beetje prijzig, maar zijn ook leuke dingen. Dus ja, ik hoop jullie in ieder geval redelijk geïnformeerd te hebben. Gaan we nog eventjes kijken naar hier zo die... kijken of we filmpjes kunnen vinden van die cakes bij Zena. Even kijken. Hier bijvoorbeeld die Bright Stars. Oh, dat zijn 219 shots. Dat ziet er op zich wel leuk uit. 219 shots cakes zijn dat dan. Dan gaan we even kijken of we die boxjes nog ergens zien. Hier zo de Superstars. Die zagen we net ook. Maar hier is zo te zien. Ja, hier zo een filmpje van de Binary Stars. 1 kilo kruid, dus dan kun je wel een beetje inschatten dat die prijs die daar nu voor staat. Even kijken, wat was die prijs? Hier zo 35 euro, dat is echt goedkoop voor dat kruidgewicht. Kijk, het zal niet het beste van het beste zijn, maar voor nu is dit gewoon echt ja, leuk. Leuk, deze prijzen. Kun je zeker wat van meenemen. Deze zijn dus de rest van het weekend geldig in België.